Melle, gefeliciteerd. Net je contract getekend, 4 jaar. Met wat voor gevoel sta je hier? Ja, trots natuurlijk, denk ik. Ja, als je zo'n contract mag tekenen bij zo'n club, dan dat betekent wel dat je het goed doet, denk ik. En vooral trots op de afgelopen 4,5 jaar die ik bij RKC heb gespeeld. En nu dat ik echt naar uitkijk voor de toekomst. Een nieuwe stap natuurlijk. Het hing al wel eventjes in de lucht. Er waren hier en daar wat geruchten. Hoe is deze stap tot stand gekomen? Het speelde wel een beetje al. Natuurlijk kreeg ik te horen van Vitesse al 2 weken geleden op zoiets dat ze interesse hadden. En dan vandaar was het eigenlijk een no-brainer. Ook natuurlijk met de trainer van RKC gesproken die hier lang heeft gewerkt. En hij had ook alleen maar goede woorden. En uiteindelijk, ik heb al vaak gezegd in interviews dat het een logische stap moest zijn waar ik gewoon verder kan ontwikkelen. En dan denk ik dat dit hier de beste platform is voor mij. Dus in die zin, ik had het graag dat het sneller was rondgekomen. Alleen, ik ben wel heel blij dat het nu voorbij is. Ik zag net ook nog volgens mij wel een trotse vader hier ook staan. Is zo'n stap die je nu maakt, is dat ook iets wat je veel met je vader bespreekt? Ja, zeker. Ook omdat hij ook veel in de voetbalwereld heeft gewerkt. En het ging vooral om het blijven spelen en doorontwikkelen. Het is, net als ik zeg, ik heb vaak genoeg gezegd vorig jaar in interviews dat ik uiteindelijk als ik een stap maak dat ik nog wil spelen. En daar ben ik hier ook voor. En uiteindelijk bespreken we wel natuurlijk met hem wat hij ervan vindt. En hij kon alleen maar goede woorden zeggen over Vitesse en wat hij erover dacht. Dus het maakt het alleen maar nog concreter om hier te komen, ja. Voor de mensen die jou nog niet zo heel goed kennen, waar sta jij onbekend? Daar sta ik onbekend. Ja, qua voetbalspel is het wel, vind ik het dat ik qua rust uitstraal aan de bal. Ik denk technisch vaardig. Ik durf dingen te proberen, ook met instappen, dribbelen. Uiteindelijk ben ik hier om ook dingen te leren, ook verdediging om beter te worden. Maar vooral het spel maken vind ik heel leuk om te doen en ik denk dat wel een grote kwaliteit is voor mij. Jij kent Vitesse natuurlijk, je hebt er meermaals ook tegen gespeeld. Wat voor gevoel roept de club bij je op? Heb je bijvoorbeeld ook de Europese campagne van afgelopen jaar gevolgd? Of hoe ken jij de club? Ja, ik denk als je aan Vitesse denkt, is het wel een club die heel lang meedraait bovenin in Nederland. En natuurlijk, net als je zegt, vorig jaar met de Europese heb ik natuurlijk ook gekeken. En het is echt een mooie club waar spelers ontwikkelen en uiteindelijk een volgende stap maken. En dat is ook waar ik ook naartoe wil. Misschien is het nu dat ik even eerst in de basis moet komen, maar uiteindelijk met oog op waar je uiteindelijk verder gaat komen. En ja, net als je zegt, Vitesse is wel een hele goede platform voor mij om verder te ontwikkelen. Alleen, dit is echt een prachtige club. En net als je zegt, heel blij om hier te mogen voetballen. Je hebt natuurlijk ook een verleden in de jeugd bij Manchester United. Daar neem je misschien ook al wel dingen van mee. Hoe was het daar en wat heb je daar geleerd? Ja, dat is wel heel lang geleden. Maar dat klopt, mijn hele jeugd heb ik daar eigenlijk doorgebracht. Het is vooral dat je dan veel technisch dingen leert. En ik denk dat het nu nog steeds wel uitkomt. Ook al is het 10 jaar geleden of 6 jaar geleden of zoiets. Je merkt wel dat die technische dingen die je vanaf dag 1, vanaf 7, 8 wel meeneemt in het voetbal nu. En natuurlijk, je speelt daar met de top van Engeland en dan maak je jezelf ook alleen maar beter. Alleen, jeugdvoetbal is wel heel anders dan als je echt in de profwereld komt. Dus dat merkte ik ook toen ik bij RKC binnenstapte. En nu is het ook weer een challenge voor mij om verder te ontwikkelen en hier leren. Bij RKC, daar heb je je natuurlijk dan verder ontwikkeld. Wat heb je daar geleerd? Technisch directeur Benjamin Schmedes, die roemt ook wel jouw leiderschapskwaliteiten. Is dat iets wat je daar ook echt nog verder hebt ontwikkeld of hebt gecreëerd? Ja, 100%. Ik denk natuurlijk ook in de jeugd ben ik aanvoerder geweest in Engeland. Alleen, net als ik zei, het is heel anders. En hij zag het ook in mij vorig jaar om die leiderschap op te pakken. En ik denk dat het gewoon goed is gegaan uiteindelijk. En ik hoop dat ik dat ook hier mee kan nemen. En uiteindelijk, als ik dat een stukje kan brengen, dan is het wel een toevoeging. Jij weet ook hoe het is om in Gelredome te scoren. Dat heb je al een keertje laten zien. Ja, soort van. Ik weet niet of die 100% telt. Alleen, ik hoop dat ik het vaker kan doen nu in het goede shirt. Dus dat hoop ik. Je staat zo voor het eerst op het trainingsveld. Heb je er zin in? Zeker. Ja, ik heb toevallig nog een weekje al getraind met RKC. Dus hopelijk heb ik al mijn ritme te pakken. Alleen, ik heb natuurlijk wel zin om de jongens te ontmoeten en
en deze ervaring aan te gaan, ja.